Je hebt een eigen idee van beroepsethiek en verantwoordelijkheid. Hoe liggen die bij jou? Je hebt je aangemeld om op IC te gaan werken, dus dat zal iets te maken hebben met je gevoel van verantwoordelijkheid. Maar hoe ligt dat bij jou? Beroepsethiek en verantwoordelijkheid. Is in Nederland echt anders op de IC dan die beelden die we ooit van Italië hebben gekregen. Okay. Echt wel, ja, hè, het is wel heel vol en er zijn heel veel afdelingen uitgebreid met meer bedden. En personeel van IC werkt ook allemaal heel veel extra en uren extra en meer nachtdiensten. Nou, wij zijn dan extra ingezet om te ondersteunen. Ja, mijn diensten vielen weg als lactatiekundige. Die kon ik niet meer doen, zeg maar. Dus ik had heel veel dagen die wegvielen. Ah, ja. En toen werd dus een vraag gesteld, wil je dan ook op de IC werken? En toen zei ik, ja, dat wil ik dan wel. En toen zei ik, dan kan ik beter alle diensten daar gaan doen, dan dat je steeds weer heen en weer van twee afdelingen gaat. Een paar uurtjes hier, een paar uurtjes daar. Dat leek me niet prettig. Maar ik wist ook niet wat de bedoeling zou zijn. En toen bleek dus ook al de bedoeling te zijn dat er veel meer zouden gaan en ook hele diensten. En nou ja, dat vond ik wel prettig. Dat we met een hele groep gingen. Dat je niet alleen ging. En ook met gewoon je volledige dienstverband inzetbaar. Dat je niet steeds op twee afdelingen hoeft te werken. Want dat is niet fijn. Het is ook wel fijn om er dan goed in te gaan zitten. Dus in mijn ethos was dan ook wel zoiets van, ja, wat ik kan, dat ga ik doen. En daar zet ik me voor in. Dus ik heb ook gezegd, dan wil ik ook wel meer uren draaien. Normaal werk ik 24 uur en nu werk ik 32 uur. Probeer te doen wat ik kan. Je wilt toch bijdragen waar je kunt. En ja, dat voelt voor mij prettig om te kunnen doen in deze periode. We worden nu echt met onze neus op de feiten gedrukt. Niet alleen wij, maar gewoon heel de wereld, om het zo te zeggen. Dat hygiëne echt het middel is om dit soort infecties te bestrijden. Dat betekent sociale afstand, de hoest- en de nies-instructies. Jezelf opsluiten, bij wijze van spreken, om veilig proberen te blijven. Dat soort dingen bepaalt natuurlijk wel heel erg onze manier van leven nu. En ik hoorde pas iemand zeggen, ook na corona zal het nooit meer anders zijn. En dat geloof ik ook wel. Ik stelde inderdaad dus die vraag over beroepsethiek. Ethiek heeft natuurlijk ook iets te maken met morele vragen die daar aan ten grondslag kunnen liggen. Hoe zijn die, kom jij die nu al tegen in de praktijk? Dat je soms moet zeggen, nou, we kunnen nu even niet komen, want we hebben een andere urgentie. Is dat nu anders of is dat, komt dat nu meer op scherp te staan? Of is dat eigenlijk altijd al op die wijze aan de orde? Wij bepalen als ambulance dienst, als ambulance team, niet zelf waar we naartoe gaan. De meldkamer die krijgt de telefoontjes binnen en die aan de hand van hun triagesysteem wordt er gewoon gekeken waar is het dringendste hulp nodig en wie moet daar naartoe. En als dat betekent dat wij dus naar mevrouw Jansen gaan moeten, dan gaan wij naar mevrouw Jansen. En dan hebben we geen keuze, om het zo te zeggen. Wij gaan dan, de meldkamer vraagt uit, hè, op levensbedreigende symptomen van ademt de patiënt en dat soort vragen, want dat is wel essentieel. Maar ook, heeft de patiënt koorts? Hoest die, niest die, proest die? Dus de COVID-verschijnselen worden ook zeker meegevraagd. Dus meestal weet je wel waar dat je naartoe gaat, maar soms sta je ook voor verrassingen. Door taalbarrière komt er niet uit wat dat je wil horen. Omdat de verbinding wordt verbroken, weet je niet waar dat je in belandt. Dus ja, soms dan sta je ineens bij een patiënt die dus veel zieker lijkt te zijn dan dat je had gedacht. En als je dan niet helemaal beschermd bent, ja, dan heb je natuurlijk meer risico op patiënt A of nemen we patiënt B. Dat dilemma wat in het ziekenhuis mogelijk op gaat spelen. Hè, zo van, nou, we hebben maar 6 bedden en we hebben 8 patiënten. Dat hebben wij gelukkig niet. Ik vind het op zich niet anders dan dat ik anders mijn verantwoordelijkheid moet dragen voor alles wat hier in huis gebeurt. Dus je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag, voor je eigen hygiëne, voor afspraken maken met cliënten. Dat. Maar als je het over de ethische dingen hebt, weet je, ik had vorige week was een cliënt was best wel behoorlijk verdrietig. En dan moet ik dus op afstand blijven. Dat ik normaal leg een hand op de knie of op de schouder en zeg, joh, het valt ook niet mee. Of, hè, kom maar eventjes. Nou, dat kan dus niet. Maar ik benoem het dan ook wel naar de cliënten. Naar de cliënt in dit geval. Zeg, ik zou je graag willen troosten, maar dat kan nu niet in verband met
Dus ja, dan kijk je elkaar aan en denk, dat is dan het gemis. En dat voel ik dan in mijn buik. Dat vind ik echt heel lastig. Dat zeker. En dat doet dus iets blijkbaar met... omdat we het over ethiek hebben, dat doet blijkbaar iets met de waarde waar jij voor staat binnen het vak. Ja. En, ja. En dan kan je misschien niet helemaal voldoen aan de waarde. Wat voor waarde zou dat in jouw geval nu bijvoorbeeld zijn? Wat voor waarde zou het zijn? Nou, ik vind het een toegevoegde waarde als jij mensen troost kan bieden en dat kan nu niet. Dus de waarde van nabijheid die je normaal, wat zo belangrijk is in ons werk. Dat je naast de mensen staat en dat hebt. Ja, dus ja, ik zit zelf weer te denken aan de waarde van veiligheid. Je wil een soort geborgenheid, veiligheid bieden. En dat doe je normaal gesproken met aanraking of in ieder geval niet met afstand, maar met een nabijheid. En dat daar zit hem dan nu net de crux, dat dan even niet kan. Ja, dus niet kan. Ja, dat raakt en ook weer vanuit veiligheid, want ik bedoel ook om veiligheid te bieden in die afstand. Ja, dan word je ziek. Dus dat is heel, heel dubbel is dat. We hebben zeg maar na onze dienst een soort van meeting met maatschappelijk werk en psycholoog. En ook geestelijk verzorgers die bij ons een soort van meeting hebben, de briefing, na de tijd, na onze dienst. En daar is dus ruimte voor als je een heftige dag hebt gehad of een casus, dan bespreken we dat met alle collega's van die dag. Mooi. Ja, dus ik moet zeggen dat wel heel goed geregeld is. En, soms heb ik er wel moeite, soms meer mee om iemand in leven te houden. En dat je niet weet hoe iemand eruit komt. Maar het is altijd heel moeilijk voorspellen. Je weet het gewoon soms niet. Weet je, van tevoren kun je niet zeggen van, dit gaat zo lang duren. En soms na 3 weken zie je iemand die totaal verzwakt is. En dat je dan wel bang bent van, gaat iemand daar gelukkig mee worden nog? En hoe is de kwaliteit van leven? Dus soms heb ik wel het idee dat we wel ver gaan in de wereld. En dat nu ook wel extra meespeelt. Omdat je natuurlijk heel veel hoort dat mensen eraan overlijden. Ga je misschien nu wat verder? Dat vind ik heel moeilijk te zeggen, zeg maar. Wel ook mensen, je kunt ook niet voorspellen van tevoren hoe iemands traject zal zijn. Dus als je A zegt, moet je natuurlijk B zeggen. Ja, en soms maak je de goede beslissing en soms is het een verkeerd. Achteraf denk je van, had ik dat moeten doen? Ja, ik denk niet dat je dat kan veranderen. Dat is het leven. En mensen zeggen ook heel vaak, ik wil niet als een kastplant uitkomen. Ja, dat kun je niet. Precies. Dat kun je niet voorspellen. Dat is gewoon niet te doen. En achteraf zeggen wij, dat hadden we niet verwacht dat iemand zo goed is. Ja, en soms zeg je van, ik had niet verwacht dat het zo slecht zou zijn. Ja, je weet het gewoon niet.